Ja, Marciano Mengerink. Toen ik in de auto zat naar de Krom, dacht ik, ik laat die Marciano eens een keer met rust. Maar ja, als je 4 goals scoort, dan sta je hier toch weer. Hè? Ja, staan we weer. Ja, ik vind het lekker hoor. Hadden we gewoon nog 8 wedstrijdjes zo lekker staan met z'n tweetjes. Dat betekent dat ik het goed doe. Dus nee, ja, 4 goals, ongelooflijk eigenlijk. Maar ja, heerlijk. Ja, wat is het voor middag geweest? Het ging gelijk vanaf kiet-off aan, was het een heerlijke middag voor ons in ieder geval. Ja, voor ons ook. Ik bedoel, we weten natuurlijk dat we de afgelopen tijd kiele wedstrijdjes winnen. Het spel eigenlijk niet goed is. En HSC komt op bezoek, ja, stugge tegenstander waar we altijd moeite mee hebben eigenlijk. We hebben tegen elkaar gezegd, we gaan volle bak erop. Zo min mogelijk kijken naar Kozakko, ondanks dat je weet dat zij een lastige uitwedstrijd hebben. Maar ja, als we dan zo beginnen, ik bedoel, dat is natuurlijk heerlijk. Power erop. Dan uiteindelijk zakken we iets weg naar die tweede goal. Maar krijgen ze een rode kaart en tweede helft knallen we gewoon overheen. Ja, wat is dan het verschil met de afgelopen weken, denk je? Ja, nou, ik denk vooral dat we gewoon zo'n doelpunt, snel doelpunt, dat geeft natuurlijk mee. Een penalty, nog een goaltje, ja, dat helpt natuurlijk wel. Frank de Voert staat nu inmiddels naast je. Ik sprak hem net ook eventjes. Speelde ook een goede wedstrijd. Is dat ook lekker voor jou, zo'n spits naast je? Nou, eigenlijk wel. Ja. Waarom? Het is wel sterke jongen. Een beetje ook mijn type eigenlijk, die overal op loopt. En ik kan wel lekker van hem met hem spelen eigenlijk samen. En, hij gaat weg. Dat is wel dat is jammer. Maar hij doet het goed, inderdaad. Ja. Ik hoorde net dat jullie in de kleedkamer nog zoiets tegen hem zeiden van als Cees Bruining vanavond belt, moet je wel opnemen. Ja, nee, dat zou top zijn. Ik zou het toejuichen, zeker weten. Leuke gozer komt ook uit Amsterdam, want de groepje met uit Amsterdam rijden. Als hij blijft spelen hier, dan denk ik wel dat hij uiteindelijk nog wil blijven. Maar goed, volgens mij zijn er een aantal mooie clubs voor hem en ik gun hem wat dat betreft ook een mooie stap. Wat is het voor gouden middag voor jullie geweest, ook met wat er in Veenendaal is gebeurd vandaag? Ja, natuurlijk. In eerste instantie kijk je naar jezelf, persoonlijk naar mij, dus dubbel lekker. Als je dan nog hoort in de kleedkamer dat Kozakko verloren heeft, ja, dat is natuurlijk wel een extraatje. Ja, heerlijk. Ga je die grens van 30 goals slechter, denk je? Zo, nou, ik zei van tevoren, zei wel 20, toen begon ik al te lachen. Maar 26 uit 26 met nog 8 wedstrijden te spelen. We gaan ervoor, ik weet het niet, we gaan het zien. Ik heb met Tjeerd Westijk van Noordwijk heb ik een weddenschap. Als hij de 30 haalt, krijgt hij een kratje pils. Zullen we dat bij jou ook doen? Tof, zeg. Hey, doen we in Amsterdam, dan drinken we samen op, toch? Daar hou ik aan. Dat had ik met Tjeerd Westwijk, maar die wil ik ook met jou. Ik dacht dat je over me... Nee, ja, dat doen we. Absoluut. Ja, gezellig. Staat hier bij deze. Ja, top.